weer een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dinja. Annika. En hier is Joepie. En ik heb echt een super goed ontbijt. En we hebben echt bijna helemaal niks in huis. We moeten nog boodschappen doen, hè mama? Ja, nou, het is niet dat we niks in huis hebben. Jij lust ook gewoon niks. Dus dit is mijn ontbijt. We moeten nog boodschappen doen vandaag, ja. Oh, dit is mijn ontbijt. Een druif. Eén? Eén druif? Ja. De rest van mij. Eén bakje voor me. Ik krijg er niet op. Nee, dat is ook weer waar. Helemaal magisch zo groot als één druif. Oh nee, wacht, dat was een kiwi. Kiwi. Dus moet je nagaan, hè? Ja, en ik heb lekker thee. Thee? Je mag dus niet eten. Nee. En kijk, ik heb een nieuws en dan moet jij even filmen, anders kan ik dat niet laten zien. Kijk, dit hè? Ja, en dan, het is een jurkje. Kijk, en dit is de achterkant. Tada. Ik vind hem heel leuk. Dus dank je allemaal. Alsjeblieft. Daar ben je. Alsjeblieft. Mijn eerste schoolweek zit erop. En de laatste dag, dan hebben we niet zo heel veel gedaan. Behalve, toen moesten we één keer wat doen. En het was echt heel veel in één keer. En dat was één les. Kiep daar zitten, die komt er ook even bij gezellig zitten. En mijn haar zit echt gewoon nog niet zo. Het is helemaal pluizig, maar ik vind het wel leuk. Niet dat het pluizig is dus dat die haartjes eruit zijn, maar... Als het gewoon nog straks zou zitten, vind ik het leuk. Maar we gaan dus... Wat gaan we ook weer doen? Ik weet het niet. Boodschappen doen. We moeten gaan naar Ambacht, naar de parkdagen. Want er is van alles te doen. Wat zijn de parkdagen? Geen flauw idee. Er staan er altijd kraampjes en sportverenigingen met allerlei dingen. Oh, is dat? Ja. Oh. We gaan op de fiets. Want die heeft nog niet genoeg gefietst deze week. Ja, fietsen is niet leuk. Niet meer. Ik fiets namelijk nooit. Ik zet je uit de lach mee, het zag hem. Nee, gewoon. Niet omdat het moet. Hallo. En fietsen? Ik fiets hiervoor echt nooit. Maar bijna nooit. Je komt steeds dichterbij zitten, hè? Mag ik nu verder gaan, Joep? Joepie. Ja, oké. Okay. Ik fiets hiervoor echt nooit. En dan moet je volop gaan fietsen, dat is niet leuk. Echt niet, maar we gaan dus even op je vader wachten. Op mijn vader wachten. Want die is nog op het werk. We gaan nu naar Ambacht op de fiets, want ja, het is heerlijk weer. Dus waarom de auto gebruik als we ook op de fiets kunnen? Ging prima! We zijn nu bij de markt en ik weet even niet hoe het heet. Hoe heet het? De parkdagen. Dan gaan we maar een rondje doen. En het is heerlijk weer, alleen heel warm. Ze hebben niet alleen allemaal camps van verenigingen en zo, maar ook gewoon een rommel. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk om gewoon een dagje te gaan. Alleen, weet je, het is zo warm. En dan, als het dan heel druk is, dan ja, is het nog extra warm. Lekker gaan... plek is het dan ook vooral. Ja. En Fabio, wat kom jij net tegen? Ik heb de trui van Game Meneer, hè? Niet de trui van Game Meneer. Ja, niet van Game Meneer zelf, maar de merchandising, toch? Ja. De kaaien, ik... Ik ben een meeuw. Ja, K. Ik ben een meeuw. K. Ik ben een meeuw. En die wilde jij al heel lang, hè? Ja. Want in de webshop is iets van 25 euro of zoiets. Nee, was hij 5 euro. En wij een mazzel. Ja. Maar we gaan verder. En het is nog steeds heel warm, maar we mogen niet klagen. Want als het regent, ben je minder blij. Fabio gaat even met de tennisactiviteit mee doen. En ik ga het zo even laten zien. Leuk vinden. Hè?
een beetje. We lopen nu op het plein. En mama, wat kan je op dit plein doen? Bij allerlei sportclubs en verenigingen. En, kijk je nemen om te kijken of je dat leuk vindt. Ja, maar het is wel echt heel leuk en gezellig met z'n allen. Nou, jongens, deze zeggen het al. Je moet er een blauw duimpje omhoog doen. Ja, maar die heeft geen blauw duimpje omhoog, hè? Ik zou een blauw duimpje naar beneden. Maar die heeft er geen. We zijn nu ergens anders, want de markt hebben we gezien. Alleen we gaan nu aan de andere kant van de markt kijken en een paar boodschappen halen. Want ja, dat moet ook gewoon gebeuren. We staan nu even te wachten op Fabi en papa, want we zijn ze kwijt. Maar ja, we hebben denk ik iets uit doorgefietst. Maar we zijn uiteindelijk toch alleen maar naar de Jumbo geweest, niet meer naar de markt. En ik zie ze daar aankomen. Dus we gaan maar binnen. We zijn inmiddels weer thuis. Wat ben je aan het doen? Ik doe jou na. En we hebben net even een video opgenomen en die zijn we nu aan het editen. Lekker in de tuin. Lekker in de tuin. Dat is in het echt zonnetje. Heel lekker. Nu is het niet te warm. Nou ja, we zitten niet echt ook in het zonnetje. We zitten meer een beetje zo in het schaduwtje, ja, met een beetje lekker zon zo. Hier zo, de zon. Maar het is wel heel gezellig. Ja. Beter als binnen. Kijk, video's editen. Dit zijn we aan het editen. Woehoe, wat zou het zijn? Wat zou het zijn? Wanneer komt hij er trouwens op? Komt hij er eerder dan deze vlog of later? Weet ik niet. Weet ik ook niet. Zien jullie vanzelf? Oude, spannend. Ja, maar het is in ieder geval heerlijk weer. Echt, hè? Ik kan hier echt van genieten. En dan zijn er toch mensen die klagen. Wat is dat? Ja, beter dan regen. En Joepie is gezellig. Ik kan ook best een Joepie. Oh, Joepie. Zeg maar hoi. Oh, wacht. Ik kan niet praten. Zou wel cool zijn, een pratende hond. En we hebben geen zwembad meer in de tuin. Die mis ik. Hij was lek. Die hebben jullie lek gestoken. Nee, hij was al lek. Stiekem deden jullie dat gewoon zo, zodat wij niet meer konden zwemmen. Ja, zodat jullie geen ruzie konden zoeken in de tuin. Zodat ik geen bloedlippen heb. Jij hebt heel veel kijkers, zullen we gelijk even uit de wereld helpen, die denken dat jij en Fabio nooit ruzie hebben. Maar jij en Fabio hebben, zelfs de dingen aan Fabio hebben ook wel eens ruzie. Wel eens. Bijna dagelijks al een keer. Maar over het algemeen kunnen ze het ook wel heel goed vinden samen. Zijn er echt mensen die dat denken? Ja. Oh. Dat denken mensen niet. Oh. Dat gebeurt wel eens, hè? Maar we hebben nu nog wel gewoon een kleiner opblaaszwembadje gewoon. Zodat maar je staat er nog niet. Nee, maar dat komt omdat we de hele dag weg zijn geweest. Sorry. Wij gaan nog even lekker editen. Video opmaken. Hoe ga je? Gaan we even doen. En dan gaan we straks lekker eten. Dus kijk maar aan. En dan heb ik vanavond een feestje en jij lekker niet. Laat naar bed. Ja, maar altijd als jij weg bent, dan mag van papa laat naar bed. Ja. En andersom is dat ook zo. Maar van papa mag ik altijd iets later. Echt? Hij is die eigenlijk gewoon lief, hè, die papa voor. Maar dan gaat hij altijd gamen. Hij staat ook weer eten te koken voor ons. Goed bezig, papa! Dus moet je even laten zien wat hij aan het maken is. Vind je het leuk? Ja, ik ga het laten zien. Hey, ik ga dit kussen. Dat kussen viel me aan. Ja, daar ging ik bijna. Kijk, jullie horen het nu. Als het goed is. En mijn vader is goed bezig met koken, hè papa? Weet je hoe het zijn aan? Goed best. En de vorige keer was het heel lekker. Wat is het? We gaan nog even lekker editen. Nou, maar is een beetje nat, want ik kom net op bad. En dit is niet mijn tand. Nee, want dat is die van Fabio. Ja, want zijn tand is er met uit en die zit echt een scherp puntje aan. Maar goed hoor, hier heb je je tand terug. Hij zet hier bloed op je borst. Nee. Maar ja, het is dus niet zo. We hebben vandaag natuurlijk super ontzettend veel gedaan. Maar het was wel een hele leuke dag. Ik ben lekker YouTube video's aan het kijken. Het is ook veel donker, maar het is al 10 uur geweest. Maar het is dus lekker avond en het zit hier nog gewoon nog lekker. Ik moet grappen. Dus ik zit lekker voor de eerste kijken. Ik ga even verder kijken en dan zie ik jullie zo weer. Doeg! Dit is dan het einde van de dag. Ik vond het echt een super leuke en geslaagde dag. Ik weet niet wat jullie ervan vonden, maar ik vond het leuk. En ja, ik hoop natuurlijk ook dat jullie de vlog leuk vinden om gekeken te hebben. Ik vond het in ieder geval heel leuk. Dus bedankt voor het kijken van deze vlog. Toch een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doeg!